Ik zit nu al een, een kleine tien jaar binnen een upgrade estate. Ook, uh, ik heb heel wat groei gekend binnen de firma. Uh, maar soms gaat die groei ook gepaard met een keer, uh, het is niet allemaal positief. En wanneer, waar kan een bedrijf zich onderscheiden op momenten dat, ook een keer, uh, dat er ook een keer iets negatiefs moet gecommuniceerd worden? En als dat dan open, uh, heel transparant wordt gecommuniceerd, dan zien we dat de klanten daar begrip voor hebben. Uh, en dat je op lange termijn toch weer die klanten uh, verder aan je bent.